Tú eres muy malo, muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Yeah, but there is so much in the papers. But it is not true. So he's writing always rubbish. Yeah, and. Pero la Liga de Campeones es mucho más importante que esta Liga de España y esta Copa del Rey. Ook bij Louis van Gaal is de teleurstelling groot. Hij is vooral teleurgesteld over het niveau van zijn ploeg. En ook de spelers beseffen dat ze onder hun kunnen hebben gespeeld. 8 chances en Chelsea 3. En you have asked me something. Can I respond? Or? Okay, that's, thank you for that. So do you think it was a foul on Falcao in the build-up? Yeah. So you know that. No. Okay. Thanks, Louis. Thank you very much. Okay. Cheers. Not a bad wine. Our sponsor. I have asked my medical advisor. Maybe Manchester United Twitter account can pay attention to it. Und Van Gaal ist noch heiser. Und beschimpft den vierten Offiziellen. Jongens, jullie hebben weer genoten van deze tv. Ik wil je nog wel even vertellen dat wij er dus qua blijkbaar allemaal naast zaten. Jammer hè, dat ik dat al wist. Ja, maar jij wist niet dat... Ik heb dus net gezegd tijdens deze persconferentie, weer schitterende tv, dat AZ moet echt beter zijn. Een beslissingswedstrijd en die kan je allemaal terughalen vanavond op tv. Mag Frits een commentaar geven. Dat wij met spelers afspraken hebben, waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Ik heb namelijk met die spelers een afspraak. Volgens mij heb ik het toch keurig vermoord? Nu ben ik weer de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Van Chris en van jou net.